Welkom bij mama gaat het ding hebben. Nou, welkom bij deze nieuwe video. Ja. Goedemorgen. Oh nee, het is middag bijna. We zijn heel laat aan het eten. En we gaan eten uitproberen. Dat hebben we gehoord bij, hoe heet het programma ook weer? Oh, wat een jaar. Nou, kerstvariant. Dus. We nemen een stuk kerstel. Wordt uitgelachen aan de andere kant. Maar en dan, wij doen het ook. Heb je zeg maar van het spijs, dan gaan we eroverheen smeren. Klinkt goed. Doe je mee, jongens? Ja. Nee. Ja, oké, is goed. Ik ben heel benieuwd of dit lekker is. Heb je mania zo ook wel? Nou ja. Kijk, ja, dan hebben we een ei. Een beetje onder de krant zeg maar. Een ei. Wat zeg je? Ik kan alles snijden. Gaat goed hoor. Ja, hè? Smeekt het? Nou, kinderen willen het ook proberen, dus ik geef de rest aan jullie. Maar ja. Nee. Wil jij het anders even verdelen? Ik ga snijden. Zo ja. Nou, ik heb dus wat ei erop gedaan. En nu gaan we er mayonaise op doen. Kijken of dat lekker is. Ja, kijk het. Oh ja. Smerig. Dat is smerig. Oh my god. Wat ben je nou weer mee aan? Jamai zat dit dus te eten, daar zie ik. Wordt het zo? Nou. Het ziet er heel lekker uit, jongen. Dit is lekker. Dit is lekker. Heerlijk. Gevuld ei met saus. Eeuw. Dit is lekker. Oh, zie je helemaal naar die ei. Het is niet vies of zo, maar... Smeren. Ja, het is smeren, bedoel je. Nou, het is niet vies, maar ik zou het niet... Dit is lekker. Ik snap niet dat mensen het eten, dat niet. Nee. Nee, ik kan echt lekker aanraden. Hij vindt het lekker. Ja, het is niet zo lekker. Mm-hmm. Ja, heerlijk. Heel lekker. Het is echt lekker. Maar ik zou deze variatie niet bedacht hebben, laat ik daar ophalen. Waarom zou je dit eten bij elkaar? Ja. Geen twijfels, het is echt lekker. Ja, slimme mensen doen dat ook niet. Nou, het is niet smerig, maar... Ik kan je nog liever bedorven eten. Geen aanraden. Ja, alleen is lekker. Nou, dat was de test. Dat was het al. Mislukt dus. Ja, niet echt. Nou ja, geslaagde e-test, maar. Iets met hashtag veel. Oké, nou, ik heb de eten rest van mijn stoel, dus het is natuurlijk lekker te denken. Nou, alles opeten. Doei. Doei.